Een tijdje geleden dwaalde ik wat rond op het internet en kwam ik op een hackforum terecht. Nieuwsgierig scrolde ik langs de topics. Af en toe zag ik woorden als rats en slaves. Wat zijn rats? En wat betekent slaves? Ik klikte er een open. Dit zijn slaves. Slaves zijn gehackte computers. Of beter gezegd, de gebruikers van die computers. De computers zijn volledig op afstand overgenomen met zogenaamde rats. Misschien ken je het wel. Als je computerproblemen hebt, kun je je op afstand laten helpen. Je laat iemand dan via internet je computer besturen om de problemen op te lossen. Hi, je spreekt me nou wel. Ik had vanmorgen ook al even gebeld omdat ik alleen mails kan versturen vanuit kantoor. En niet vanaf het wifi-netwerk thuis. Een programmaatje op de site onder de Windows-knop, dat moet even uitgevoerd worden. Het programma dat ze hiervoor gebruiken is een Remote Administration Tool, oftewel RAD. In principe zou het gewoon voor jou moeten werken nu. Nou, bedankt. Kom maar aan de slag. Maar er zijn ook programma's die precies hetzelfde kunnen voor mensen met minder goede bedoelingen. Een Remote Access Trojan. Dit is dus een virus waarbij een hacker volledige toegang heeft tot je computer. De ratten kan niet alleen met je beeldscherm meekijken, maar heeft ook toegang tot alle bestanden die op de computer staan, kan wachtwoorden stelen en zelfs de microfoon en webcam aanzetten. De slachtoffers van deze hackers worden dus slaves genoemd. Er is een hele community van ratten ontstaan die slachtoffers belachelijk maken, elkaar tips geven voor het verspreiden van een virus, tools verkopen om ervoor te zorgen dat virusscanners een virus niet kunnen detecteren, en manieren delen om aan slaves geld te verdienen. Wat me opvalt is hoe makkelijk alles lijkt te zijn. Het lijkt wel alsof je bijna geen kennis nodig hebt om iemand te kunnen hacken. Maar is dit echt zo? Hoe moeilijk is het om iemand te ratten? En wat kun je er precies mee? En kun je echt zo makkelijk aan slaves komen? Om daar achter te komen, ging ik op onderzoek uit. Ik ben vannacht bezig geweest om de rat op mijn laptop te krijgen. Ik heb het stekkertje een klein beetje verplaatst. In principe lijkt alles te werken. Ik hoop van zegen dat het morgen ook nog werkt. Maar in dit geval heb ik dus besloten om mijn eigen vriendin te gaan infecteren met een rat. Dus om te hacken. Ze is nu op stage. Dus als het goed is, is ze aan het werk. Ik ben ook heel benieuwd of ze vanavond, als ze terugkomt, iets door heeft gehad. Eerst maar eens kijken wat we te weten kunnen komen over haar dag. Dat was makkelijk. Als eerste testte ik of ik met haar beeldscherm mee kon kijken. Het is toch lijp? Dit ging vlekkeloos. Hierna zette ik de microfoon aan. Dus als je een beetje goede internetverbinding hebt, zoals hier, dan kun je gewoon eigenlijk met heel de kamer meeluisteren. Met een rat kun je ook door de bestanden bladeren. Ik downloadde een paar bestanden. Je kunt dus dingen downloaden, maar je kunt dus ook dingen op de computer zetten. En je hebt de controle over de webcam. Via de Facebook-chat leidde ik Noelle af om vervolgens de webcam aan te zetten. Holy shit. Eigenlijk, als ik haar zo lang mogelijk afleid, dan kan ze dus niet zien dat ik een filmpje aan het maken ben. In plaats van het webcamlampje krijgen sommige laptops, zoals die van Noella, een melding op hun scherm. Echt, jongen. Het is voor het eerst dat ik gewoon mijn vriend niet vertrouw, hè? Ik was zo'n Siri bezig en volgens mij heeft hij mijn laptop gehackt.
Ineens stond er op mijn schermpje camera uit. En mijn plakkertje was weg. En misschien staat mijn microfoon aan en kan ik nu alles horen. Oh, een eikrakker. Ik denk niet dat mijn microfoon aan het opnemen is. Ze begint iets door te krijgen. En nu wil ze bellen. Fucking, ik ben zo zenuwachtig, weet je. Hey. Hey. Gaat-ie? Ja. Je computer doet raar, zei je. Ja, hij doet heel raar. Ineens stond er, kreeg ik een melding waarop stond dat mijn camera uit... Uit is? Ging? Ja, camera uit stond er. Toen dacht ik, what the fuck? Dus ik dacht dat jij weer bezig bent of zo. Ja, ik moet je iets bekennen. Ik heb vandaag geprobeerd om een beetje te kijken wat je kon met zo'n rat op jouw computer. Ik wist het gewoon. Ik vertrouwde je al niet. Ja, sorry. Ik voel me echt fucking schuldig al de hele tijd, ook al toen ik het deed. Ja. Maar ik ben nu gestopt. Nu gebruikte ik mijn rat om te testen of hij werkt. Maar wat doen andere mensen ermee? Sommige ratten doen het puur voor de kick. Ze vinden het spannend om stiekem te kunnen meekijken en de controle te hebben. Er bestaan zelfs plugins om bij sommige webcams het lampje uit te zetten. Het is een soort digitaal voyeurisme. Maar in de meeste gevallen gaat het gewoon om geld. Zo zijn er veel ratten die creditcard en bankgegevens stelen of PayPal-rekeningen plunderen. Dit doen ze vaak via je eigen internetverbinding. Hierdoor wordt het geld via je eigen IP-adres overgemaakt. Omdat er zo geen sporen van een hack zijn, vergoeden bedrijven vaak de schade niet. Het stelen van accounts is sowieso erg populair. Zo worden webshop en social media accounts voor een paar euro doorverkocht en liggen ook game accounts erg goed in de markt. Niet alleen accounts, maar zelfs hele fotocollecties worden doorverkocht om bijvoorbeeld te gebruiken voor identiteitsfraude. Daarnaast wordt ook de rekenkracht van computers misbruikt. De ratter installeert dan zogenaamde cryptominers, waarmee stiekem bitcoins of andere cryptomunten worden gemaakt. Grote groepen slaves worden ook gebruikt om websites plat te leggen. Dit wordt een DDoS-aanval genoemd. Een slave zelf merkt er niet veel van, omdat alles op de achtergrond gebeurt. De slaves zelf worden ook verkocht. De prijs per slave ligt tussen de 14 cent en een paar euro, afhankelijk van het land waar ze vandaan komen en de hoeveelheid die je bestelt. Lockers en ransomware worden gebruikt om mensen af te persen. Alle bestanden worden dan versleuteld, waardoor jij niet meer bij kunt. Je krijgt het wachtwoord pas na het betalen van een fors bedrag en soms zelfs dan niet. En dit is niet de enige manier waarmee ratten slachtoffers afpersen. Je hebt een webcam en je, ja, klikt hem wel eens aan, maar verder deken niks mee. Dit is Sjoerd. Sjoerd werd een tijdje geleden gehackt door een ratter. Ik had op mijn werk gezien dat ik op Facebook een berichtje had ontvangen. En ik dacht, ik kijk daar thuis wel naar. En eenmaal een beetje vergeten, opende ik thuis mijn laptop. Ik zag een linkje met daaronder een dreigement dat zij mijn leven zouden zien maken. Ik was aan het kijken van wie dat was en mijn muis ging ineens de andere kant op, zodat ik geen controle meer had over mijn beeld. Daar werd een ander venster geopend en ik was ineens in contact met iemand die ik niet kende. Er werden eerst beelden getoond. Dat waren beelden van mij, maar vooral van mijn toenmalige vriendin, via mijn MacBook, die ik eigenlijk altijd had openstaan op de rand van mijn bank. En daar overheen kwam een Engelstalige stem met een dreigement. Ik moest 1000 euro overmaken, anders zouden ze dat online zetten. Mijn camera was eigenlijk gericht in de lengte van de kamer, zodat je dus de doorgang van de badkamer naar de slaapkamer in beeld had. Als ik door de huiskamer liep, dan had ik meestal wel een boxer aan of als ik uit de douche kwam. Mijn vriendin had vaak de neiging om nog even een rondje te lopen en dan pas iets aan te trekken. En ja, dat was ook op beeld vastgelegd. Je krijgt dat te zien en je denkt alleen maar, dit moet niet online of niet gepubliceerd worden en los het op. Ze hadden natuurlijk mijn Facebook gezien en daarin stond ook wie mijn familie was en ook mijn beste vrienden. En daar lieten ze screenshots van zien. Ze wilden dat op YouTube zetten en aan hun sturen. Ja. In eerste instantie ga je snel denken dat je iets inderdaad moet overmaken om het maar te stoppen.
Maar in je achterhoofd weet je dat als je dat doet, je er natuurlijk aan vast zit. Ze gaven aan dat er op een bepaalde afstand een Western Union zat. En dat ik daar naartoe moest. Je voelt je niet meer veilig in je huis. Dus ik heb mijn laptop thuis achtergelaten, dichtgeklapt. Maar het moment dat ik eigenlijk mijn laptop dichtklapte, kwam mijn vriendin thuis. Ik dacht alleen maar, dit moet niet gebeuren, dit kan niet gebeuren. Dus dat moet opgelost worden. Dus ik liep naar buiten. Toen kwam ik erachter dat ik op mijn telefoon in de gaten gehouden werd. En dat ze dus ook zagen waar ik me op dat moment bevond. Ik kreeg een berichtje via Skype dat ze gewoon wisten waar ik was en dat ik de verkeerde kant op liep. Als je geïnstrueerd wordt dat je een andere richting op moet lopen, ja, dan doe je dat. Om maar het idee te wekken dat je toch gaat betalen, terwijl je daar zelf nog niet van overtuigd bent. Je bent tijd aan het rekken om te bedenken wat de beste oplossing is. Ja. Mijn vriendin had niet in de gaten wat er allemaal aan de hand was en die wist ook niet waarom ik ineens naar buiten rende. Tot zij mij belde en ik redelijk toch wel in paniek een beetje het verhaal probeerde uit te leggen. Zij schrok. Zij wist ook niet wat ze moest doen. Zij zei alleen maar, bel de politie. En dat heb ik gedaan toen. Het verhaal van Sjoerd loopt goed af. De politie nam zijn laptop mee voor onderzoek, waaruit later bleek dat de daders ergens in het buitenland zaten. De beelden zijn gelukkig uiteindelijk nooit online gekomen. Omdat Sjoerd zijn laptop verbonden was met iCloud, kon de hacker via Find My iPhone zijn locatie achterhalen. Het is dus niet alleen toegang tot de computer die de ratten krijgt, maar tot alles wat met die computer verbonden is. Bij veel mensen worden bijvoorbeeld alle foto's die op hun telefoon staan, automatisch in de cloud gebackupt. Maar ook de backup van WhatsApp-berichten worden in de cloud onversleuteld opgeslagen. Maar hoe komen ratten eigenlijk aan slees? Allereerst moet ervoor worden gezorgd dat een rat niet door virusscanners wordt ontdekt. Hiervoor bestaan speciale tools, crypters. Een crypter verpakt en versleutelt een virus opnieuw, zodat de virusscanner hem niet als virus herkent. Zelfs als het virus op de achtergrond aanstaat, dan wordt deze in een ander, normaal proces verstopt. De prijzen voor crypters variëren. Je hebt crypters die honderden euro's per maand kosten, maar ook voor slechts een paar tientjes. Hoe vaker je een virus verspreidt, hoe groter de kans dat het virus sneller wordt ontdekt. Een dure crypto blijft vaak langer ondetecteerbaar. Ik testte zelf een goedkope crypto. Dit is de USB-stick met een rat die niet gecrypt is. En omdat de rat die ik gebruik heel bekend is, zullen bijna alle virusscanners hem gelijk herkennen. Dus als het goed is, ook mijn computer. Hier, hij herkent hem gelijk. Hij ziet gelijk dat het virus is. Op deze USB-stick staat precies hetzelfde rat, alleen dan gecrypt. Nou, dus even kijken of het heeft gewerkt. Als ik nu de USB-stick open hier, gebeurt er helemaal niks. Ik kan nu het virus zo naar mijn computer kopiëren. Geen melding. Ik kan hem zelf starten. Ik hoor nu dat mijn computer binnenkomt, dus het werkt gewoon. Het grappige is dat crypten, dus het zorgen dat een virus niet door een virusscanner wordt ontdekt, goedkoper is dan een abonnement op een virusscanner. Op zich heeft een virusscanner wel nut dat het bekende virus herkent. Maar het is geen garantie dat je nooit een virus kan krijgen, want crypten is echt super makkelijk en super goedkoop. Om een rat te verspreiden gebruiken veel ratten zogenaamde exploit kits. Dit is een service die automatisch op zoek gaat naar kwetsbaarheden. Exploit kits worden vaak op gehackte websites gezet of verstopt in advertenties. Wanneer je die tegenkomt, wordt de rat automatisch geïnstalleerd zonder dat je ook maar iets door hoeft te hebben. Anderen verstoppen hun rat in bestanden, zoals een film of een programma dat je vervolgens ergens kunt downloaden, of in documenten zoals Word en PDF die ze per mail doorsturen. Maar je kunt slaves dus ook kopen. Inmiddels ben ik al een paar maanden actief op de forums en ben ik langzaam onderdeel van de community geworden. Op de forums stuit ik een aantal keer op verschillende verkopers van slaves. Vooral omdat de prijzen per slave zo laag zijn, kan ik me bijna niet voorstellen dat dit echt is. Daarom besluit ik het te testen. Via een anonieme chat bouw ik een band op met een aantal van de verkopers en besluit om één aankoop te doen. En alleen om te kijken of er ook echt slaves geleverd worden. Na wekenlang praten en een bezoekje aan de Bitcoin-automaat was ik eindelijk klaar om het kopen van slaves te testen. Ik sloot een deal met een van mijn contacten om voor 15 cent per stuk 500 slaves te kopen.
Het geld is verzonden. Dus ik dacht, ga gelijk even kijken waar hij het geld naartoe sluist. Bitcoin is super transparant. Je kunt gewoon precies zien waar vandaan het geld komt, waar het naartoe wordt gebracht. Op het moment is een bitcoin meer dan 10.000 euro waard. Dus hij heeft meer dan een ton op die rekening staan. Hij zegt dat hij 5 andere klanten heeft die constant met hem aan het praten zijn. Dus gewoon toevallig op een doordeweekse dag denken 5 andere mensen ook. Hey, ik ga even slaves kopen. Ja, ik heb er 2. Uit Argentinië en Brazilië. Nog 1. What the fuck, joh? Dit is toch... Ik ben echt gewoon best wel geschokt dat dit werkt. Hup, nog 1. Roemenië, 2. Amerika. Die zou hier maar tussen staan ook. En als ik nu een of andere creep ben, kan ik dus nu in principe webcams openen. Af en toe verschijnen er, af en toe verdwijnen er. Gewoon overal ter wereld. Nou, ik ben benieuwd hoeveel we er al een uurtje hebben, bijvoorbeeld. De slaves verdwenen steeds sneller. Een uur later had ik nog maar 14 slaves. De volgende dag slechts 2. De beloofde 500 kreeg ik sowieso niet. En waren het überhaupt wel echt computers of werd ik hier gewoon opgelicht? De volgende dag besloot ik om nog 1 aankoop te doen bij een andere verkoper. Ik krijg zijn bitcoinadres. En verzenden. Verstelling. Spannend. Hij is nu gestart met het overzetten van de slaves. Hij zegt dat het minimaal 30, maximaal 45 minuten duurt. En dat ik de enige ben die toegang heeft. Kijk, als het nu niet werkt, dan is het maar 20 euro, 20 dollar. Maar het zou gewoon moeten werken, hoor. Oké, de eerste. Uit Indonesië. We zijn nu een half uurtje verder, denk ik. Iets meer. En er zijn nu 6 computers verbonden met me. Ik heb de neiging om al een beetje te gaan kijken of het echte computers zijn überhaupt. Ik zeg het nu wel, maar we kunnen natuurlijk testen. Ik kan eentje uit de lijst kiezen en dan kijken of hij iets doet met zijn muis of zo. En dan weten we in ieder geval of het een echte computer is. Zal ik het doen? Ja, ik ga het gewoon doen. Wat kan er nou fout gaan, toch? Hij heeft een webcam. Die ga ik nog niet aanzetten. Hoezo niet? Ik weet niet, man. Het gaat wel ver. Dit is toch fucking bizar. Francisco. Francisco is gewoon iets aan het typen op Facebook. Nou, weird. Kap even mij. Dit voelt echt niet lekker. Na 2 uur had ik nog steeds maar 15 slaves. De aankoop leek dus mislukt. We besloten af te sluiten en te gaan eten. We waren net klaar met eten toen ik de producent wilde bellen om te vertellen dat ik was opgelicht. Daarom liep ik de werkkamer weer even in. Ze blijven komen, joh. Wat is dit? Dit zijn al die computers. Oké, nou, ja, laten we... Ik ga. Wacht even, nee, ik heb je nodig, zo. Dan kun je jezelf inzenderen. Van Maleisië tot Portugal, tot Turkije, Indonesië, Mali. Maar dit is iemand uit Estland, bijvoorbeeld. En je moet kijken hoeveel virusscanners die aan heeft staan. Gewoon 1, 2, 3, 4 virusscans. Als het goed is, kunnen we nu meekijken met zijn beeldscherm. Oh, is dit echt? Dit is echt, ja. Je ziet welke tabbladen die open heeft staan. Zijn mail staat open. Dit is toch bizar? Holy shit. Ja, we kunnen nog verder gaan. Ik weet niet of hij op een laptop zit, maar als op een laptop zit, dan kunnen we de microfoon ook aanzetten. Zo te zien wel.
We kunnen ook gewoon door zijn bestanden heen bladeren. Nee. Dat ga ik niet doen hoor. Dat vind ik echt veel te ver gaan. Ja. Maar hij heeft ook een webcam. Ga je dit nu doen? Stop. Ja. The fuck? Heb jij het gevoel dat jij hier tussen had kunnen staan? Nee. Omdat er heel weinig West-Europese computers tussen staan. De aankoop was dus gelukt. Maar nu werd ik nog nieuwsgieriger. Zou je dan ook Europese of zelfs Nederlandse en Belgische slaves kunnen krijgen? Ik besloot om ook dat te gaan testen. Ik nam contact op met een verkoper die precies dit aanbood en sloot een deal. Eén van mij heb ik echt wel een slecht gevoel bij deze dude. Ik vertrouw hem niet helemaal of zo. Twijfel of ik deze deal moet doorzetten. Hij claimt dat hij binnen 4 uur 1000 Nederlandse en Belgische slaves kan leveren. Maar het klinkt bijna te goed om echt waar te zijn. Dit is een review site. Dus mensen schrijven reviews over zijn service. En de reviews zijn een beetje gemixt. Sommige mensen zeggen dat hij een oplichting is. Oplichter is. En sommigen zeggen dat hij echt is. Oké, ik ga het toch maar doen. Ik denk dat mijn voorgevoel klopte. Hij zei dat het ongeveer 30 minuten zou duren. We zijn nu een uur verder en hij is offline gegaan. Dus ik heb het idee dat hij me heeft opgelicht. En dat is een superdubbel gevoel. Want aan de ene kant ben ik blij dat hij niet zo snel toegang tot 1000 Nederlandse computers kan regelen. Het is gewoon kut dat je wordt opgelicht. Dat is gewoon altijd een kutgevoel. Na deze oplichting leg ik het onderzoek een tijdje stil. Het begint aan me te vreten. Ik heb contact met criminelen, terwijl ik ondertussen lezingen geef over ethiek en privacy. En dit voor een onderzoek waarbij ik zie hoe de privacy van onschuldige mensen wordt geschaad. Na een paar maanden vraagt iemand me naar dit onderzoek. Ik besluit dan mijn chat en e-mail weer eens te openen. Als ik na al die tijd mijn rad weer eens open, blijken er ineens 3 slaves online te zijn. Zouden dit echte mensen zijn? Ik besluit 1 voor 1 de webcam te openen. Een lege slaapkamer in Iran. Een groep vrienden die voetbal kijkt. Ik schrik. Ineens zit ik in de slaapkamer van een jong meisje. Ze is rustig bezig met haar huiswerk en heeft niets in de gaten. Maar als ik haar kan zien, dan kunnen andere hackers dat misschien ook. Op dat moment besef ik me weer hoe ernstig dit probleem is. Ik schakel direct alle verdachte programma's op haar computer uit. Ik besluit het onderzoek weer op te pakken en nog 1 keer een poging te wagen om Europese slaves te kopen. Na een tijdje zoeken vind ik een verkoper die al jaren op verschillende forums actief is en veel lovende recensies krijgt. Vanavond ga ik Europese slaves kopen. En ik heb net een deal gemaakt met iemand. Ik betaal 37 cent per slave en ik krijg 300 slaves. Tenminste, dat is de belofte. Dit is de eerste keer dat ik een goed gevoel over heb. Wat weer dubbel is natuurlijk. Maar deze man schijnt te leveren wat hij belooft. $114 gaat hij. Oh. Ik krijg een linkje. Wat de fuck is het linkje? Ze komen binnen al. Nog 1. Gewoon Windows 10, hè? Gewoon de nieuwste Windows. Deze zijn uit Servië. Ja, nog meer. Hier. Iran. Servië. Het is gewoon een webpagina waarop je kunt bijhouden hoeveel slaves je binnenkrijgt. Het werkt gewoon alsof je een soort van track-and-trace code van PostNL bekijkt. Waarbij je kunt zien hoeveel je er besteld hebt, waar ze vandaan komen en hoeveel van die ratten zijn opgestart. Het gaat niet super snel, het gaat even duren. Maar mijn gevoel klopt. Hij is een soort van betrouwbaar in zijn onbetrouwbaarheid. Dus hij levert wat hij zegt. Maar wat hij levert is natuurlijk
Nee, hier verdient hij gewoon zijn geld mee. Dit is gewoon zijn werk. Portugal. Ik blijf me gewoon verbazen dat dit zo goed werkt. Voor relatief weinig geld. Ik bedoel, kan gewoon iemand zijn hele leven of heel zijn sociale leven of zijn computer helemaal kapot maken voor slechts 37 cent per stuk. Dus nog even benadrukken. Het is allemaal Windows 10. He, dus als je denkt, ik heb een computer geüpdate of ik heb een virusscanner, dus mij overkomt het niet. Ik ga nu even kijken bij deze persoon. Hier, deze heeft letterlijk 3 verschillende virusscanners op zijn computer. En nog steeds zitten we erin. Dit is best wel een ding, zeg maar. Nee, ik heb ook virusscanners. En ik update mijn computer altijd. Ik heb de nieuwste Windows. En het zal vast wel iets helpen, hoor daar niet van. Maar het is geen garantie dat het niet gebeurt. Het is een soort van schijnveiligheid. Zal ik eentje aanklikken? Ja. Iemand uit Portugal. Ik zet nu de screen capture aan. Ze kan nu meekijken. Hij speelt een spelletje. Dat is gewoon een gamer. Hij krijgt allemaal spam op zijn scherm. Iemand anders zit ook in zijn computer waarschijnlijk. Misschien kan ik dat een beetje tegenhouden. Ik zou niet te veel materiaal verzamelen, want ik moet ook een beetje op mijn ethiek letten. Dat ik niet onnodig veel verzamel. Ik kan wel even de ene gozer uit Portugal misschien een webcam aanzetten. Ik weet nu hoe die heet, dus ik kan hem direct daarna benaderen. Hij heeft geen webcam. We zijn pas op 10% van het aantal mensen dat het besteld is. 10%. Zullen we gewoon even afwachten of zo? En dan even wat drinken pakken en dan terugkomen en kijken hoeveel er zijn? Ik denk dat we nu 3 kwartier wachten. Ik weet niet waarom, maar we krijgen ineens vet veel slaves uit Portugal. Portugal en Servië, echt. Hier, ze blijven ook ineens binnenstromen op dit moment. Het is nu vrij laat in de avond. We zijn nog niet eens op de helft van het aantal dat ik binnenkrijg. Ik denk dat morgen ook een grote kans is dat er ook andere landen tussen zitten. Nou goed, nog eentje uit Portugal. Ze blijven in ieder geval binnenkomen, zoals je kunt horen. Ik besloot om de volgende dag Noëlla te laten zien dat het me gelukt was om Europese slaves te krijgen. We kunnen nu meekijken met het beeldscherm van iemand in Portugal. Zou ik dat doen? Ik ga het doen. Hij is gewoon aan het kaarten. We kunnen ook meeluisteren. Er wordt niet veel gezegd zo te horen. Maar je hoort wel het ruis van de achtergrond, geluid. Dit zijn al zijn bestanden. Je kunt gewoon overal in. Dat is gewoon het enge. Zie je foto's. En het gaat weer ver, hè? Wacht, het stond hier. Adult Comics. Is het porno? Oh jezus. Is iemand die gewoon een pornoboekje heeft gemaakt of zo? Ja, of in ieder geval op zijn computer heeft staan. Dat doet nog erger. Want dit is een webcam. Plakkertje. Ja, of hij heeft, volgens mij is het een losse webcam, weet je wel. Dus die ergens staat. Gelukkig maar, toch? Ja, echt gek, ja. Maar zelfs als je dus niks kan zien, dan kunnen we alsnog door alle bestanden bladeren. Het voelt een beetje als een videospelletje of zo. Ik denk dus eigenlijk wel dat echte hackers, zeg maar mensen die dit dus doen omdat ze er geld mee willen verdienen, dat die dit helemaal niet meer zien als mensen. Nee. Want het is gewoon een lijstje met... Het is een lijstje met soort van... en je komt binnen en je kan meekijken en... Het is super makkelijk. Iemand anders, Servië. Hier, het is gewoon iemand zo... Dit is gewoon fucking iemands woonkamer of zo, of slaapkamer. Holy shit. Dat is bizar, toch? Ja, ik ben blij dat er nu niemand achter zit. Ugh. Dus ik krijg echt een naar gevoel van gewoon. Wat is nu je volgende stap dan? Nou, ik ga je al die mensen wel even netjes laten weten van joh. Ja, tuurlijk. Ik ga ze natuurlijk wel waarschuwen. Ja. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd. Stel dat ik nu een paar dagen lang een paar mensen volg. Hoeveel ik dan te weten kan komen. Ik
zou iedereen gewoon... Nee, sowieso ga ik iedereen het laten weten. Ja, ik wil net zeggen, want de mensen hebben daar echt wel recht op. Hi, met Tony. Ik zei het vandaag al eerder, ik heb een beetje het gevoel dat ik wat afgestompt begin te raken. En dat vind ik een beetje een gevaarlijke grens. Want ik begin nu steeds meer als filmmaker te kijken en steeds minder als persoon naar de situaties. Net toen heb ik voor de eerste keer bijvoorbeeld bij één iemand door zijn bestanden gebladerd en een foto gedownload. Gewoon een plaatje. Dat is eigenlijk wel een soort van grens die echt overgaat. Dus ja, dan kun je wel allemaal vakantiefoto's gaan downloaden van mensen, maar dat is echt totaal overbodig, want dan is het puur sensatie gedreven bijna. Misschien moet dit dan wel het einde zijn van het onderzoek. Ja. Ja. Ja, het is heel logisch om te stoppen, ja. Ik was net bezig met het opstellen van mijn waarschuwingstekst toen de rest van mijn bestelling binnenkwam. Ineens kwamen er Belgen binnen. Nu kwam het wel heel dichtbij. Ik besloot direct op zoek te gaan naar hun namen om ze persoonlijk te waarschuwen. Ik klikte de eerste aan. In de hoop dat er iets op zijn scherm stond wat zijn naam verraadt, besloot ik op afstand mee te kijken. Ik wacht nu af tot hij naar zijn Facebook gaat, dan weet ik wie het is. Dan kan ik hem benaderen. Nog iemand van België, dit is bizar. Omdat ik niet te lang mee wilde kijken met zijn beeldscherm, opende ik zelf zijn Facebookpagina. Zo kwam ik achter zijn voor- en achternaam. Toen er nog meer slaves binnenkwamen, bedacht ik me dat het een stuk sneller zou zijn om met z'n tweeën naar namen te zoeken. Nou, kom eens. Nog een nieuwe Belg, zie je? Hey, een voor- en achternaam. Voor- en achternaam. Opschrijven. Nog een Belg. Weer. Weer een andere ook. Fred. Dus ik ga nu, ook al wil ik het niet meer, in zijn bestanden kijken. Zie je dat? Nederlands ingesteld. Oh. Maar ik ben op zoek naar zijn naam. Rouwkaartjes, nou, dat vind ik echt wel. Ja, het is zo persoonlijk, hè? Oh. Medisch dossier stond er ook echt. Nee, joh. Er stond medisch dossier. Pensioendossier, belastingdossiers. Holy shit. Die man moet echt snel gewaarschuwd worden. Dit was wel hele gevoelige informatie. Ik besefte me dat ik de slaves nu echt direct moest gaan waarschuwen. Want als ik deze toegang had, dan anderen misschien ook. Daarom besloot ik om niet langer naar namen te zoeken, maar de waarschuwing op een beeldscherm te tonen. Ik stuurde iedereen het waarschuwingsbericht 3 keer in het Engels en 2 keer in hun eigen taal. Daarnaast uploadde ik de rat naar een website die ze verspreid onder virusscanbedrijven, zodat virusscanners hem in hun database kunnen zetten. Hierdoor kan de rat door die virusscanners worden gevonden. En hierna heb ik alle slaves verwijderd. De slaves die ik had geïdentificeerd, stuurde ik via e-mail en social media nog een extra waarschuwing. Ik begon dit onderzoek met de vraag: hoe moeilijk is het om iemand te ratten? Het was verrassend makkelijk. Ik kan geen regel programmeren en was toch in staat om honderden computers te hacken. Ik wilde dieper in de wereld van ratten duiken. Misschien is dat me bijna iets te goed gelukt. Hallo, met Tony van der Meer. Op dat moment dat ik het mailtje kreeg, was ik met vakantie. Dus ik dacht, dat ik ga fishing. Deze zondagochtend ben ik wakker geworden met een heleboel Russische spam in mijn mailbox. En overschrijvingen via PayPal, ik denk iets meer dan 500 euro. U krijgt vast iets terug van PayPal, hoop ik. PayPal heeft zijn handen ervan afgetrokken en ze zeiden dat de toegang was geautoriseerd, maar van mijn eigen IP-adres kwam. Als het wordt misbruikt, dan wordt het dus een remote access trojan genoemd. Ik ben al 15 jaar IT'er. Het verhaal dat u vertelt is realistisch, omdat ik gebruik het zelf ook voor verschillende doeleinden. Enkel, ik zit niet aan de duistere kant. Het kan iedereen overkomen.